Combinatieschakelingen, daar gaan we naartoe werken. Eerst even een simpel serie bekijken. Een parallel, een beetje een moeilijke parallel. En dat is een combinatie van serie en parallel. Dus kijken hier, situatie 1. Ik heb twee weerstanden in serie. Je totale weerstand is dan 6 ohm. Je mag ze bij elkaar optellen. RT, oftewel RV, vervangingsweerstand of totale weerstand is 6 ohm. Stel je voor, je hebt hier een stofzuiger en een wasmachine. Dan wordt je stroom groter in totaal dan door het ene apparaat. Dus je weerstand wordt kleiner. Dan hebben ze een formule met 1 gedeeld door bedacht. Die zorgt namelijk als de een groter wordt, wordt de ander kleiner. Nou, 1 gedeeld door R totaal is 1 gedeeld door R1 plus 1 gedeeld door R2. Als je dat invult, krijg je 1 tiende plus 1 tiende is 2 tiende. Dus 1 gedeeld door iets is 2 tiende. Nou, dan is dat iets 5 ohm. En dat is je totale weerstand, oftewel de vervanging. Doe je deze twee weg, pak je deze weerstand van 5 ohm, dan vloeit in totaal dezelfde stroom als bij deze twee samen. Nou, hoe typ je dat in? Je rekenapparaat kun je zeggen 1 gedeeld door 10 is plus 1 gedeeld door 10 is, hoeft niet per se is. En dan 1 gedeeld door 0,2 kun je intypen 1 gedeeld door 0,2. Of je duwt op het x-1 toetsje en dan op is. Dan zie je 5 ohm staan. Nou, nu wordt het spannend wat er gebeurt. Ik ga namelijk nog een weerstand extra parallel schakelen van 10 ohm. Hoe meer weerstanden parallel, zeg maar hoe meer apparaat die aansluit, hoe groter je stroom in totaal, dus hoe kleiner je weerstand. En dat zie je ook, 1 tiende plus 1 tiende plus 1 tiende is 3 tiende. En je totale weerstand wordt kleiner. In dit geval dus 3,3 ohm. Nu situatie 3, hoe groot is daar je totale weerstand? Nou, 10 ohm. En die van 10 en 10 samen zijn 5 ohm. Dus je hebt er eentje van 10 en eentje van 5. Even tekenen. Dus die is 10, die samen zijn 5. En dan is je totale weerstand 5 ohm. Stel je voor, je moet nou alle spanningen en alle stromen uitrekenen. Eens kijken, wat weet je dan? 15 volt, 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm. Als je de spanning wil uitrekenen met U is I keer R, kom je niet verder, want je weet geen I. Hier ook. Nou, wat moet je dan doen? Zorg dat je de totale spanning weet, die heb je, en de totale weerstand. Dan kun je de totale stroomsterkte namelijk uitrekenen. Dus wat we gaan doen, we maken er eerst eens één weerstand van. En dan gaan we van deze situatie naar deze situatie naar deze situatie. Dat moet je nou begrijpen, dat je net die uitleg had gehad. Die twee zijn samen 5, dus die. En die twee zijn samen 15 ohm. Nou, nu kun je de totale stroomsterkte uitrekenen. En die is 15 gedeeld door 15 U totaal gedeeld door R totaal 1,0 ampère. Nu ga ik die in de tekening erbij zetten. De stroom vloeit van plus naar min. Dus die 1,0 ampère ga ik hier erbij zetten. 1 ampère. Op zich weet ik nou dat de helft hier gaat en de helft hier. Maar ik kijk dadelijk even verder. Want hier weet ik nou twee dingen. I en R. Dus wat ik nou kan doen is U is I keer R. Bij situatie weerstand 1. Dus je spanning hier is I keer R. Is 10 volt. Spanning over die weerstand is 10 volt. Als je dan ook in dit plaatje zet, 10 volt, dan is te zien dat er overblijft, die spanning verdeelt zich namelijk bij serie, 15 min 10 is 5 volt hier. Wat betekent dat? Ga je terug naar deze situatie, dan zet je hier 5 volt en daar 5 volt, want de spanning bij parallel die is gelijk. Dus niet 2,5, dat doen veel mensen fout. Nou, nu je dat hebt, kun je de stroomsterkte hier ook uitrekenen. Door te zeggen I2 is U2 gedeeld door R2, 5 gedeeld door 10. Dus I2 is U2, 5 gedeeld door R2, dus een half ampère. En hier ook, op zich is het hetzelfde, dat zie je direct, maar ik vul hem toch even in. U3 gedeeld door R3 is ook een half ampère. Dan zet je die de tekening erbij. En dan kun je hem altijd controleren of je hem goed hebt, namelijk die spanning plus die spanning is je bronspanning. En die stroom plus die stroom is je totale stroom. Even een totaaloverzicht.